Dag voetballiefhebbers, welkom bij Friday Night Footed Bwin Betting Insights, programma van 11 Pro League. We blikken vooruit op een nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League, speeldag 23 is dat. En we doen dat in het fijne gezelschap van Bob Peters. Zag Bob, zullen we er onmiddellijk invliegen, de Clash of the Week. Dat is een lekkere affiche, Anderlecht tegen Antwerp. Anderlecht, vorige week kunnen winnen, dat was al een hele poos geleden. Deugdoend ongetwijfeld wel, denk ik dan zo. Maar geruststellend? Niet echt. Nee, maar het is natuurlijk moeilijk, hè, op het veld van Serai. Heel slecht veld, compact veld. Serai dat niets te verliezen heeft. En Anderlecht stond toch wel onder druk. Want uiteindelijk heeft Wouter van den Hout een tijd geleden gezegd: het kan altijd nog slechter. Hè, toen Matsu werd ontslagen. En op een gegeven moment was het degradatiespook dat toch begon op te duiken. Dus ik denk dat dit wel een meer dan deugddoende zege was. Maar het is wel zo, dit Anderlecht kan eigenlijk van iedereen verliezen. Dat is wel een pijnlijke vaststelling. Ja, het is ook kwalitatief net iets te weinig. Hè. Je kan uiteindelijk Matsu ontslaan, maar Riemer doet zijn best. Maar om nu te zeggen dat het veel beter is... Een shock-effect hebben we niet gezien. Nee. Maar met de meeste trainerswissels hebben we nog niet echt een shock-effect gezien. Maar ik denk dat het dit seizoen echt overleven is voor Anderlecht. En hopen dat ze links of rechts nog wat spelers kunnen verkopen, zodat ze inkomsten hebben om een toch beter team op te stellen. Ja. Of bij elkaar te selecteren richting volgens. Nu, de kloof met play-off 2 op zich is niet supergroot. Zit dat er nog in volgens jou voor Anderlecht of moet het dan geweldig meezitten? Dan zal het geweldig moeten meezitten. We hebben nu toch ook weer een pittige wedstrijd tegen Antwerpen. Dat uiteindelijk toch onder stoom staat momenteel. Dus als ze deze wedstrijd kunnen winnen, dan kan je eventueel nog denken aan play-off 2. Maar ik denk dat gewoon van week tot week bekijken is en zoveel mogelijk punten sprokkelen. En proberen een bepaalde visie neer te zetten waar ze toch weer een tijd mee door kunnen. Ja, je gaf het zelf al aan. Het hangt een beetje af van de spelers die zullen komen. Spelers die zullen vertrekken. Het zijn sowieso drukke tijden voor die Fredberg. Duron Vild is nu de laatste in de rij. Die zal vertrekken naar Dortmund. 16 jaar is hij, 10 miljoen, groot talent. Kunnen we dan stellen dat het mantra bij Anderlecht van de voorbije jaren, in Youth We Trust, dat nu echt wel begraven is? Ja, begraven is een groot woord. Hè. Uiteindelijk hebben ze geld nodig. En als je natuurlijk voor een speler, met alle respect, als Duron Vild, die nog niet veel bewezen heeft, 10 miljoen krijgt, dan moet je natuurlijk niet twijfelen. Hè, want het geld is gewoon meer dan welkom. En, Dortmund is natuurlijk een team dat selecteert op expected potential. Ja. Tegenwoordig heb je de SciSports allemaal grafieken. En gaan ze bekijken wat het potentieel is binnen x aantal jaren. Daar willen ze nu al fors voor investeren om hopelijk later, zoals bijvoorbeeld met een Haaland, 50, 60 miljoen te krijgen. Nu Antwerp, vorige week nog eens uitgepakt tegen Standaard, 4-1. Weliswaar de mot zit er een beetje in bij de Luikenaren. Maar het spelplezier bij Antwerp spat er echt vanaf. Ja, want je kan zeggen 4-1, ook een rode kaart, et cetera. Maar het was de eerste helft was het echt eenrichtingsvoetbal met heel veel dominantie. Echt Nederlandse school, hoge druk zetten, heel veel beweging. En in het begin werd er wat getwijfeld aan Vincent Janssen. Toen was Vrij eigenlijk de nummer 1. Moest Janssen lang wachten, maar je ziet dat hij steeds fitter wordt. Ja, en kan verkeren. Dat hij heel belangrijk is voor dit Antwerp. En ook de zet van Stengs, die als 10 is gaan spelen. Ja. Want spelen met de punt naar achter als met twee tienen, Ekelenkamp en Stengs. Maar dat is een gouden zet gebleken. En, het staat gewoon heel goed bij Antwerp. En ze voetballen heel goed. En er zit beleving in. Als je goed voetbalt, als je kan druk zetten en je wint afgetekend, dan krijg je het publiek mee. En dan denk ik dat er heel weinig mensen zijn die ontevreden zijn momenteel. Nu, Janssen is geschorst voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Ja, dat is wel een aderlating van. Ja, is natuurlijk de man in vorm, maar ze bewijzen wel de laatste weken dat het gevaar van meerdere kanten kan komen. Dus is natuurlijk wel een aderlating. Ja, want de kern is niet superbreed ook, hè, bij Antwerpen. Nee, maar dat is ook een beetje wat Van Bommel, een beetje Nederlands ook. Ze willen een kleine competitieve kern, zodat ze iedereen perspectief kunnen geven. Hè, zodat ze een beetje een wortel kunnen voorhangen, dat iedereen het gevoel heeft van ik ben betrokken en ik kan elke moment spelen. En ik denk dat dat ook wel de visie is. Maar langs de andere kant
Die zijn natuurlijk heel belangrijk, maar ze hebben natuurlijk nog wel genoeg middelen om, om doelpunten te maken. En dan kan die nieuwkomer Kerk zich eventueel meteen al bewijzen. Nu een stevig drieluik natuurlijk voor Antwerpen met dit weekend eerst Anderlecht, dan thuis tegen Club Brugge en dan naar Genk. Zullen ze weten waar ze aan toe zijn, hè? En of ze echt kunnen meedoen voor de titel? Ook al is die kloof met Genk nu al heel groot. Ja, Genk, oké, je hebt uiteindelijk de play-offs. Hè. In normale competitie is Genk weg, hè. Maar nu heb je nog altijd die play-offs. Maar ik denk wel dat Antwerpen tegen goede teams, voetballende teams, die zelf ook willen aanvallen, beter speelt dan tegen teams die zich gaan ingraven. Dus. Maar het is inderdaad, het is een drieluik. Na de drieluik, denk ik, gaat men in Antwerpen weten of ze echt klaar zijn als titelpretendent. Ja, pronostiek. Bob, voor deze wedstrijd, wat wordt het in het Lottopark? Afgaande, en ondanks dat Vincent Janssen geschorst is, toch 1-2 voor Antwerpen. 1-2 voor Antwerpen. De quoteringen van Bwin, 2,75 voor de zege van Anderlecht, 3,25 voor het gelijkspel en 2,55 voor Antwerpen. Trouwens, als u zich dit weekend inschrijft op bwin.be en inzet op onze Clash of the Week, meer bepaald een overwinning van Anderlecht, en beide ploegen die scoren, dan krijgt u een quotering van 20 in plaats van 5. Dat is wel wat, met een minimale inzet van €5 en een maximale winst van €100. Dat is een hele mond vol. Goed, Bob, er is ook nog Zulte Waregem tegen Club Brugge met een nieuwe gouden schoen bij Club Brugge, Simon Mignolet. Het was eigenlijk geen verrassing natuurlijk. En je zou bijna vergeten dat het wel terecht is gezien het mindere vormpeil bij Club Brugge van de voorbije weken. Ja, en ook het mindere vormpeil bij Mignolet. Ja. Laatste weken toch een aantal flaters gedaan, laten we het zo zeggen. Maar heeft vorig jaar zo'n fantastisch seizoen gespeeld dat hij eigenlijk er met kop en schouders bovenuit stak. Dus meer dan verdiend, denk ik, dat Mignolet de gouden schoen heeft gewonnen, want zonder hem waren ze nooit kampioen geworden. Ja. Het shock-effect van de trainers. We hadden het daar net al over. Hoefkes is moeten vertrekken, Parker is gekomen, maar die statistieken voorlopig, er zit weinig verschil op. Hè? Maar het is natuurlijk moeilijk. Je komt bij een team waar de mot erin zit en waar het verwachtingspatroon heel hoog is. En dan probeer je een visie neer te zetten. En dan moet je links en rechts al wel eens geluk hebben met de resultaten. En dan loop je telkens weer tegen een gelijkspel aan. En dan start je met een 3-12. En dat doet natuurlijk de burger, of geeft de burger geen moed. Hè. Dus, wat is het grootste probleem volgens jou bij Club Brugge op dit moment? Ja, ik denk vooral scorend vermogen. Dat ze te weinig mensen hebben, zoals bijvoorbeeld een Vincent Janssen, een Onuachu, die uit het niets en in moeilijke momenten een team kunnen bevrijden door een doelpunt te maken. Ik denk dat club daar, Zoetkla in het begin, heel goed. Maar het is gewoon heel moeilijk nu om doelpunten te maken. En ze creëren wel de kansen. Maar niet echt dat je zegt van oké, dat ze een expected goals hebben van 2-3 per wedstrijd. Dus het is op dit moment gewoon even in woelig water. En voor Scott Parker te hopen dat hij het schip snel in veilige haven kan brengen. Eventueel tegen Zulte Waregem, maar Ruud Vormer niet speelgerechtigd is tegen Club Brugge. Jouw pronostiek, Bob, voor die wedstrijd? Ja, Zulte 7-9. Dus het wordt een moeilijke wedstrijd voor Club. 2-2. 2-2. Bwin zegt 4,8 voor Zulte Waregem, 3,9 voor een gelijkspel en 1,7 voor Club Brugge. We duiken ook nog even de kelder van de klassering in. Kortrijk ontvangt KV Oostende, waar Talhammer alweer op de wip zit. Oostende is ziek, hè? Ja, en het is toch ongelooflijk. Talhammer neemt over en pakt dan, wat is het, 3-18 of 3-21 zelfs. Ja, dat is gewoon ook de kwaliteit van de selectie. Hè. Je kan wel naar een trainer kijken, maar je moet ook aan introspectie doen als je het bestuur bent of de technisch directeur. Je hebt een bepaalde selectie samengesteld die met alle respect niet sterk genoeg is. Dus ik vrees dat het een heel, heel moeilijk seizoen nog wordt voor Oostende. En wat wordt het dit weekend dan voor Oostende? Ik blijf toch in het positieve Stork-effect geloven. 2-1 voor Kortrijk. 2-1 voor Kortrijk. Bwin houdt het op 2,1 voor Kortrijk, 3,7 voor het gelijkspel en 3,25 voor KVO. De andere wedstrijden dan, Bob, we moeten er vaart achter steken. De competitieleider ontvangt de Rode Lantaarne. Twee uitersten van het klassement tegen elkaar. Wil zeggen Racing Genk tegen Serain.
Makkelijke zegen voor Genk, Bob? Of? Ik ga er wel vanuit dat het 3-0 wordt voor Genk. Omdat Genk veel meer kwaliteit heeft dan Serre. Ja. Biwin geeft een quotering van 1,23 voor Racing Genk. Een gelijkspel 6,25. En voor de Durvers een overwinning van Serre levert een quotering van 13,5 op. Union moet naar Charleroi. Dat is dan eigenlijk de Matsu derby, mag ik het zo stellen. Moeilijk te voorspellen, denk ik, die wedstrijd. Ja. Ik gok ook op een 1-1 gelijkspel, omdat het gaat spiegelbeeld worden. Ja. Je hebt twee coaches die de ene heeft, denk ik, ook het vak geleerd van de andere. Dus Gerard doet het heel goed, maar is eigenlijk een adept van Matsu. Dus ja, ze gaan elkaar in de spiegel aankijken. En dat gaat zich ook weergeven, denk ik, in de score. Biwin zegt 3,5 voor Charleroi, een draw 3,6 en Union 2,05. AA Gent dan tegen het zwarte beest, want de laatste jaren hadden ze het vaak moeilijk tegen Cercle. Brug, dat is een groen-zwart beest eigenlijk. Pronostiek, Bob? 2-2. 2-2, een gelijkspel. Ja. 3,2 voor Cercle, zegt Biwin. 3,3 voor een gelijkspel. En 2,25 voor een zegen van de Gantois. Dus Gent toch een beetje favoriet voor Biwin. Luik tegen Eupen, Standaard tegen Eupen. Dat is een beetje een derby ook. Must-win voor Standaard, wat wordt het? Ja, ze moeten absoluut winnen. En zeker na de 4-1 tegen Antwerpen, denk ik, een 2-0 zegen voor Standaard. Ja, Biwin ziet ook Standaard winnen. 1,77. 3,7 voor een gelijkspel en 4,5 voor Eupen. Er is ook nog Westerlo KV Mechelen. Jouw pronostiek, Bob? 2-2, Westerlo toch in een mindere periode. En KV Mechelen gaat er alles aan doen om zich zo snel mogelijk te redden. En moeten ook nog een beetje punten sprokkelen natuurlijk. Westerlo krijgt de quotering van 1,98 voor een gelijkspel 3,6. En dat is ook de quotering voor KV Mechelen eigenlijk 3,6. Ik heb nog één wedstrijd in de aanbieding. Oud-Heverlee-Leuven tegen Sint-Truiden. Dat zich al een paar weken wat bestolen voelt blijkbaar door de scheidsrechters. En de VAR, jouw pronostiek, Bob? 1-0, want ik denk dat Brijs met Leuven toch nog wil revanche pakken op de manier waarop hij in de tijd is moeten vertrekken bij Sint-Truiden. Dus 1-0 voor OAS. Het is al een poos geleden, maar het blijft leven. 2,35 voor een zegen van OHL. 3,4 voor een draw en 2,95 voor STVV. Zo, we zijn helemaal rond. Bob, bedankt voor je komst naar de studio. Naar welke wedstrijd kijk je meest uit dit weekend? Ja, toch wel naar Anderlecht-Antwerpen. Anderlecht, Antwerpen. U thuis, bedankt voor het kijken en geniet van het voetbalweekend bij Eleven. Bye.